Hoi, mijn naam is Hugo Kennis en wat gezellig dat ik je mag gaan helpen met het maken van oliebollen. En niet zomaar oliebollen, oliebollen met krenten en rozijnen en oliebollen met abrikozen en krenten. We gaan beginnen. Voordat we gaan beginnen, eventjes de ingrediënten voor dit heerlijk allerhande recept. Wat hebben we nu nodig? Bloem, gist, een ei, suiker, zout, abrikozen, krenten, rozijnen, poedersuiker, melk en olie. Nou, wil je de ingrediënten nalezen? Ook die staan hier onder in de beschrijving. Die olie heb ik al in een pan gegaan, die ben ik langzaam aan het verwarmen alvast. 180 graden. Dan kan het rustig op temperatuur komen. Ik ga beginnen met het beslag te maken en dan ga ik melk eventjes niet koken, maar verwarmen. Dan wordt de gist sneller geactiveerd. De suiker mag daar ook bij. Suiker en warmte, daar gaat gist namelijk super lekker op. En je wil dat die gist gewoon blij is. Want die gist gaat ervoor zorgen dat je die mooie kleine luchtige belletjes krijgt. En dat je zo'n lekkere luchtige oliebol krijgt. Iets meer dan handwarm en dan mag het gist er dadelijk bij. We hebben hier een kom met een deeghaak. Nou, dat is fijn, want dan krijg je een mooi luchtig deeg. Dit is ook speciaal, heet niet voor niks een deeghaak. Je hebt zeg maar de garde, die is meer om iets luchtig te kloppen, zoals slagroom of een pudding. En een deeghaak is eigenlijk gewoon een vervanging van je hand. Dus je zou, als je dit niet hebt, het ook met de hand kunnen kneden. Ik heb het toevallig wel. Ga ik even het bloem zeven. Het voorkomt dat je klontjes krijgt. 500 gram bloem. Let it snow, let it snow, let it snow. Dan maken we even een kuiltje in. Het zout kunnen we er een beetje over verdelen. Zout wil je niet direct bij gist doen. Want suiker is een vriend van gist, warmte is een vriend van gist. Maar zout daarentegen zeker niet. Die melk is mooi handwarm, dus die gaat eraf. Dan roeren we even één keer door. Dat die mooi geleidelijk warm is, dat die suiker vast een beetje oplost in die melk. Ja, top. En dan mag het gist bij. En wat ik al zeg, dit activeert het gist gewoon wat sneller. En wanneer is het nu goed? Nou, dan ga je merken wanneer het gist eigenlijk begint te leven. Nou, en hoe zie je dat? Dan komen er een soort schuimbelletjes. Dan komt er dus al zuurstof vrij. En dan weet je, ha, mijn gist is wakker, mijn gist is geactiveerd, mijn gist heeft er zin in. Dan een halve theelepel zout bij het bloem. Dat strooi ik er gewoon overheen. Het eitje mag in dat kuiltje. Hopsa. En nu eventjes geduld totdat het gist wakker is. 10 minuutjes laten staan. Wat ook even 10 minuutjes moet staan is de krenten. Die ga ik even wellen in heet water. Zo. Waarom doen we dat? Nou, dan gaan ze namelijk het vocht uit de oliebol niet onttrekken. Want dan zit het dus al vol met vocht. Dus dan heb je dadelijk een lekkere sappige oliebol. Wel belangrijk is na het wellen even een beetje af te gieten, een beetje droog te deppen met een theedoek. Want je wil geen water in je oliebol, want dat gaat dadelijk ontzettend spetteren in je olie. Zet de melk eventjes opzij. Kunnen we ondertussen de abrikozen gaan snijden. Die wil je ongeveer de grootte hebben van je krentjes. Heb je nou zelf een ideaal oliebollenrecept? Laat dat dan gewoon even weten in de comments. Ik ben benieuwd. Er zijn natuurlijk heel veel variaties te verzinnen. We hebben zelfs een vegan variant en ook die staat hieronder in de beschrijving. Zo, die zet ik vast klaar. Warempel. Ik zie een bel. Ik zie een paar hele kleine belletjes, dan weet je gewoon, het gist is geactiveerd. Het is wakker, dus dan kunnen we verder. Dat gaan we namelijk al mixend toevoegen aan het bloem. Er moet een beetje samenhangend, lekker elastisch deeg, een beetje tussen pannenkoekenbeslag en brooddeeg. Zorg goed dat het laatste laagje melk ook echt alle suiker meeneemt die misschien nog op de bodem zit. Giet ik ondertussen vast de krenten af. Nou, als het water goed uitgeknepen is met de hand, leg je nog even op een theedoek. Je hebt het nog even extra droog. Dat is wat ik zei, hè, dat je geen water in je beslag wil, want het gaat ontzettend spetteren namelijk als je dan gaat frituren.
Zo. De helft is voor het ene beslag, de helft is voor het andere beslag. Dus ik laat het hier gewoon eventjes op liggen. Nou, dit is een heel mooi elastisch samenhangend deegje. Hak ik 2 kommen. Dan gaan we het beslag even verdelen. Het is wat stevig, het is een vrij elastisch deeg. De helft. En de ene en de helft en de andere. Geloof me, je gaat het deeg straks niet meer terug herkennen, want dat is dan ontzettend elastisch en heel luchtig geworden. Het gaat echt rijzen. In het ene deeg gaan dus die abrikoosjes. En de helft van de krenten. En hier gaan alleen maar de krenten en de rozijnen in. Dat mengen we nog eventjes door. Dan gaat er een vochtige doek op om het eventjes te laten rijzen. Een vochtige omgeving, een beetje lauwwarme vochtige omgeving, ja, dan gaat je rijs gewoon sneller. Laat je nou in de koelkast rijzen, wat ook prima is, dan gaat de rijs wat trager. Dan kun je de beslag wel eerder van tevoren maken. Zo, doek. Ik doe dat gewoon met warm water. Net als bij een kindje. Lekker warm instoppen. Laat je gewoon even een middagdutje doen van ongeveer 1 uur. Kunnen we daar gaan frituren. En dan genieten van oliebollen. We zijn 1 uur verder en let op wat er is gebeurd. Als het goed is. Ja, kijk. Zo goed als, nou ja, misschien wel 1,5 keer zoveel volume gekregen. Het piepje gaat, dus mijn vet is mooi 180 graden. Nu, de techniek. Hoe maak je nou een perfecte oliebol? Eigenlijk zo'n ijsscoop. Eventjes kort in de olie houden. Dan maak je hem heet en vet, waardoor hij dadelijk mooi het deeg loslaat. Als ik langs de randen mooi een bolletje pak. En laat hem maar zakken in de olie. Probeer hem iedere keer weer schoon te krijgen. Langs de randjes halen. Ik zou er 4 per keer bakken. Je wil namelijk ook niet dat de olie te snel afkoelt. Je wil ook niet dat ze helemaal tegen elkaar aan gaan liggen. Dan bakken ze aan elkaar. Dus 4 is een mooie hoeveelheid. Hou ondertussen gewoon even het vuur in de gaten. Als je het op vuur doet, als je gewoon in een frituurpan gaat werken. Die zet zichzelf constant op 180 graden. Doe het zoals ik, gewoon in een pan met olie en zo'n thermometer. Hang hem gewoon weer terug in de pan als je die bollen toevoegt. Want de olie zal iets terugkoelen. Dus dan moet je waarschijnlijk het vuur weer iets hoger gaan zetten. Om zo dicht mogelijk bij die 180 te blijven. Tik ze af en toe om, zodat ze mooi gelijkmatig bruin worden. En dan ongeveer na 6 minuten zijn ze mooi knapperig en goudbruin. Even goed aftikken. En meteen eventjes op een papiertje leggen, zodat ze even kunnen uitlekken. Oh, die geur is zo lekker. En dan mogen de volgende 4 bollen erin. Dit waren de rozijnen en krenten oliebollen. Dan gaan we nu het volgende deegje pakken. Die met abrikoos en krent. Och, die is ook knap geworden hoor. Langs de randjes halen. Zo, de laatste. Kijk dan. Het ziet er toch meteen feestelijk uit, maar om het echt af te maken, moet het toch weer even laten sneeuwen. Ta 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 da ta 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 da ta da ta ta. Misschien niks lekkerder dan de geur van verse oliebollen. Dit zijn ze. Aan deze kant de oliebollen met krenten en rozijnen. En aan die kant die met krenten en abrikozen. Het ziet er toch feestelijk uit, maar ook even eentje proeven. Als je een oliebol nou in 1 keer doorsnijdt, dan kun je zien. Oh, kijk. Mooie luchtkamers erin zitten. Perfecte man. Mm.
echt heel erg lekker. Ga lekker maken. Wil je nou ook dit feestelijke recept of één van die vele allerhande recepten maken? Klik dan hier. Of klik dan hier. En als je deze oliebol hebt gemaakt, laat het even weten in de comments. Like het, duimpje omhoog. En, leuk nieuws, je kan je gratis abonneren op het allerhande YouTube kanaal. Vol met nieuwe recepten, leuke series en leuke afleveringen. Doen dus. Geniet ervan.